Hoi. Omdat ik vaak blogs en filmpjes maak over angst en paniek en veel mensen begeleid die er last van hebben, word ik regelmatig om advies gevraagd. De mensen die me mailen vragen eigenlijk altijd om tips of handvatten of andere dingen die ze kunnen doen. En ik begrijp het natuurlijk heel goed, want als je leven in de greep is van angst en onrust, wil je dat natuurlijk graag veranderen. Maar denken dat een paar tips je echt kunnen helpen is best naïef. Chronische angst is geen jeuk die zich laat wegkrabben. De angst die mensen belemmert in hun dagelijks leven is het gevolg van een hyperactief zenuwstelsel dat continu het ergste verwacht, dat non-stop aanstaat. Het is geen rationeel probleem, maar een psychisch en fysiek fenomeen. En het zit heel diep verstopt. Wat vaak een angststoornis wordt genoemd, is het resultaat van een heel bazaal en uiterst primitief gevoel van alertheid. De misvatting dat je nooit veilig bent en dus steeds moet opletten. Je lichaam kan gewoon niet ontspannen, omdat het ervan overtuigd is dat er iets verschrikkelijks te gebeuren staat. En zelfs als je dat snapt, is het niet zomaar weg. Er is absoluut veel aan te doen, maar dan gaat het om oefeningen en processen die tijd en inspanning kosten. Belangrijk is dat je je heel bewust wordt van je onrust en je capaciteit vergroot om erbij te blijven, in plaats van te willen vluchten. De enige tip die echt zinvol is, is mij een mailtje sturen. Graag gedaan. Natuurlijk, heel graag gedaan.